Heksje Mimi tovert iedereen in slaap. In dit kleine rode huisje boven op de berg woont Mimi. Mimi is een klein heksje met een echte heksenhoed en een echte heksenbezem. Ze kan al goed vliegen, maar toveren lukt nog niet. Het is een heel belangrijke dag vandaag. Heksje Mimi gaat voor het eerst naar de toverschool. Daar leren alle heksenkindjes toveren. Mimi zit in het eerste toverklasje, samen met een heleboel andere heksjes. Juf Heksefien deelt toverstokjes uit. Iedereen mag een kleurtje kiezen. Mimi kiest een roze stokje. Vandaag leren we onze eerste toverspreuk, zegt juf Heksefien. Even wachten allemaal, ik haal eerst het grote toverboek. Maar heksje Mimi kan niet zo goed wachten. Ze gaat boven op haar stoeltje staan, zwaait met haar toverstokje in het rond en zegt: Hocus pocus giechelkoud, rossekater koeienvla. Gillen de andere heksjes plots. Het is pikken donker in de klas. Wat heeft Mimi nu gedaan? Juf Heksefien komt snel aangelopen. Je mag niet zomaar toverspreuken gebruiken, zegt ze streng. Dat is gevaarlijk. Onmiddellijk tovert ze het licht terug. Nu gaan we onze eerste toverspreuk leren, zegt de juf. Het is een heel speciale toverspreuk. Luister goed. Je prikt met je toverstok in de lucht. Draait er dan een rondje mee en zegt: Hocus pocus koperdraad. Peterselie, rattenstaart. In de wei staat een koe. Ik tover alle oogjes toe. Wat is het stil opeens in de klas? Alle heksjes slapen. Het toverkunstje van juf Heksefien werkt meteen. Nu zijn jullie aan de beurt, zegt juf Heksefien. Alle heksjes beginnen te toveren. Ze prikken met hun toverstaf in de lucht, draaien er dan een rondje mee en zeggen de toverspreuk. Het lukt! Juf Heksefien valt in slaap. Wakker worden, juf Heksefien, roepen ze. Goed gedaan, heksjes. De eerste schooldag zit erop. Nu is het tijd om naar huis te gaan. Pak jullie boekentassen en toverstokjes maar. Mimi kan niet wachten om het toverkunstje uit te proberen. Ze vergeet zelfs bijna haar bezem mee te nemen. Heksje Mimi vliegt op haar bezem door het dorp. Ze zoekt een wakker kindje om haar toverspreuk uit te proberen. Ha, daar, een jongetje. Hij zit in bed en speelt met zijn knuffel. Hij ziet er nog erg wakker uit. Mimi verstopt zich achter het gordijn en spreekt zachtjes de toverspreuk uit. Hocus pocus koperdraad, peterselie, rattenstaart. In de wei staat een koe, ik tover alle oogjes toe. En hop, het jongetje valt in slaap. Wauw, denkt Mimi, dat is geweldig. Vannacht vlieg ik over alle huizen en tover ik alle kindjes in slaap. En zo gebeurt het ook. Op haar bezem vliegt heksje Mimi over de huizen. Waar er nog kinderen wakker zijn, spreekt ze zachtjes haar toverspreuk uit. Het was nog nooit zo stil in het dorp.